Goedendag, Sébastien de Waalen. We staan op dit moment in de Jacob Bessagestraat. En de Jacob Bessagestraat is voor vele mensen gewoon een straat. Maar wie was Jacob Bessage? Jacob Bessage was een Oostense kaper. En daarom staan we hier, omdat ik samen met Peter Bultink in Oostende in première ga met de voorstelling Marinus. Een verhaal over Oostense kaapvaart. Wat is een kaper? Dat is eigenlijk hetzelfde als een piraat, maar een kaper kaapt in opdracht van een koning. Dus alles is in een contract gewoon. Er is een deel van de buit voor de kapitein, een deel van de buit voor de reder en een groot deel van de buit is voor de koning. Dus dat is allemaal in contract gewoon, ze moesten papieren nemen. En Jacob Bessage was dus een dergelijke kaper. In 1629 was zijn laatste dag dat hij geleefd heeft. En op zijn laatste dag had hij Piet Hein gedood. Op die dag was hij gaan varen met drie andere boten. En plotseling kwamen ze op tegen de eskader van Piet Hein te liggen. En Piet Hein, die een groot man was, een groot admiraal in die tijd, dacht, we gaan die drie bootjes hier een keer rap inpalmen en we zijn toch weer verder. Maar dat was buiten de waard gerekend, want de Oostendenaars hebben daar gevecht geleverd op leven en dood. Op leven en dood. En op een bepaald moment had Jacob Bessage, volgens de legende, een kanon ter hand genomen en een kogel afgeschoten op de boot van Piet Hein. En Piet Hein zou die kanonkogel vol in zijn gezicht of in zijn wezen gekregen hebben. Dat is Jacob Bessage. Dat is de reden waarom dat hier staat, omdat ik dat eigenlijk jammer vind dat dat een vergeten geschiedenis is, dat we eigenlijk wel nog Oostense helden gehad. Echte helden. Niet dat Piet Hein vermoedend een helden dat is, maar toch Piet Hein. Dan kom ik in de kont erbij, meneer. Vind ik dat er dan niet te veel hepaté rondgedrooid wordt. Op die Piet Hein. Ja. En al onze straten. En per tank namen van admiraals en officieren en CLA van die vloten van Piet Hein. He. Maar van Piet Hein wordt er niet te veel met paté gedrooid. He. Piet Hein, maar Jacob Bessage. Ah ja, wij, dat was een van zijn man. En dat was niet een van zijn man, nee. Dat was het niet aan verwoord had. Voilà. Het is daarom dat mijn stoon Jacob Bessage, ik kon er een verhaal over vertellen, op Donijl. Ah, dat is goed. Ja, he. Maar niet over Jacob Bessage, maar wel over de kapers dit, van Oostende. Ja, dat is goed. Bedankt voor het interview. He. Ja, ja, hier zie merci. Hier zie merci. Voilà, ik vertel geen onwaarheden. He. Ik zou zeker zelf kaper kunnen zijn, ware het niet dat ik verschrikkelijk zeeziek ben. Ik kom me slecht van, ja, kijk, ja, ik kom me slecht van op, een, op zo'n rups te zitten. Heel mijn dag is dat de... En ja, nee, ik ben zeeziek. Dus nee, ik zou geen kaper kunnen zijn, maar wel in hart. En nieren en lever ook. Want die man zo opvielen.